In een dubbele woning aan de Wesselmanlaan, pal naast het Elkeliek ziekenhuis in Helmond, heeft zondagochtend een uitslaande brand gewoed. De bewoner van het linkse huis werd gewekt door het geluid van de brand en kon het pand tijdig verlaten. Het vuur sloeg via de zolderverdieping over naar het buurhuis, welke tijdelijk niet bewoond is vanwege een verbouwing. De brandweer rukte met 2 blusvoertuigen en een hoogwerker uit om de vlammen te bestrijden. De schade in de woning bleef beperkt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.